Goedendag. Het is voorlopig fris zomerweer, maar vandaag ziet het er vriendelijk uit met geregeld zonneschijn. Er zijn wel een aantal buien te zien op de regenradar. Vanmiddag komen ze vooral in het oosten van het land voor. Tussen de buien door is er ook wel ruimte voor de zon en ik verwacht dat vanmiddag en vanavond het op veel plaatsen droog zal zijn en dat de zon geregeld zal gaan schijnen. En dat bij een maximumtemperatuur van 20 of 21 graden. En dat is mager voor de tijd van het jaar en de wind maakt het voor het gevoel nog iets frisser. Vanavond neemt de wind af en dan ligt de temperatuur rond een graad of 18 en bij die waarde heb je wel een jasje nodig. Morgenochtend begint rustig en droog op veel plaatsen, met name in het oosten is de zon nog te zien. Van het zuidwesten uit neemt de bewolking en het aantal buien toe. Vooral in de middag en avond is de paraplu weer nodig. Maar het gaat flink waaien, vooral later op de dag een stevige wind langs kust, windkracht 6 of 7. En daarbij wordt het zo'n 19 tot 24 graden. In het weekend blijft het wisselvallig met een paar buien. Vooral in de middag en avond is het soms nat, maar 's ochtends is het droog en komt de zon nu en dan tevoorschijn. Ik wens u een fijne dag.